Sani van Aghem Hoorsleder. Ik heb de school bezocht die de actie gewonnen heeft van Voetbal Vlaanderen. Ik voelde me precies de koningin ofzo, omdat ze langs beide kanten van onze auto stond. Ik heb het ook gefilmd trouwens, omdat ik het machtig vond. Wel, vandaag is er één speler van de Red Flames gekomen naar onze school, doordat we een actie hebben gewonnen. We hebben een filmpje gestuurd over de Champions League die bij ons op school plaatsvindt. Zij spelen wedstrijden, een jongensreeks en een meisjesreeks tegen elkaar, van de derde tot en met het zesde leerjaar. Het is voor de leerlingen een super ervaring, ook voor de leerkrachten. Ja, we zijn wel heel blij en ja, ook wel vereerd dat iemand als Tessa Wellaert, toch wel een grote naam binnen het vrouwenvoetbal, naar onze school komt. Dus dat is voor ons wel een topdag. Zij komen met iedereen foto's trekken en een keer langskomen in al de klassen. En al de klassen hadden iets speciaals voor haar. Sommigen hadden een quiz voorbereid, sommigen hadden spandoeken voorbereid. Ze is bij ons op bezoek gekomen in de turnzaal. We hebben haar vuile was uitgehangen en we hebben een spelletje gespeeld met haar voetbalkousen. Ik vond dat wel zo een beetje speciaal, want het was echt een bekende voetbalster. En ik dacht van, oh, het HVBG is Red Flame zijn die ik niet ken. Maar het is een direct Tessa Wellaert en ik was wel verrast. Ja, we hebben een klasfoto gemaakt en dat vond ik super leuk. Ik zou het zeker aanraden, want zowel voor de kinderen als voor de leerkracht is het een hele leuke ervaring. En ook voor het vrouwenvoetbal te promoten, die ook wel de laatste jaren in de lift zit. Dus ik vind wel dat het ook als school belangrijk is om ook meisjes aan te zetten tot voetbal. Ja, ze waren allemaal super enthousiast. Het is allemaal leuke kindjes en een hele leuke school, denk ik.